Er is dus een onlosmakelijke band tussen vertrouwen en liefde. Als je vertrouwen en respect gegeven wordt aan mensen om je heen, dan ervaar je dat als een concreet teken van liefde. Want je wordt door deze personen aanvaard zoals je bent. Met je sterke, maar ook met je zwakke kanten. Toch weet je dan diep in je hart dat je dit vertrouwen toch ook waardig moet zijn. Dat je het vertrouwen van de anderen ook zult moeten verdienen door te werken aan je zwakke kanten, aan je minpunten. En jezelf zo tot een steeds beter, een steeds oprechter en een steeds zorgzamer mens te maken. In het woord vertrouwen zit dan dat woord trouw. Vertrouwen zal er ontstaan als ik trouw ben aan mijn gegeven woord en aan wat ik beloofde. Vertrouwen zal er ontstaan als ik trouw ben aan het tonen van waardering en van oprechte belangstelling voor mijn huisgenoten of voor mijn collega's of voor mede-Surinamers die misschien heel anders zijn en een andere cultuur hebben, een andere etnische achtergrond, maar waar ik trouw blijf in het tonen van respect en belangstelling en zo bijdraag tot vrede. Vertrouwen zal er ontstaan als ik trouw blijf aan die cruciale levenshouding van eerlijkheid. En ik ondanks alle verleidingen integer blijf in mijn concrete dagelijkse doen en laten. Dan ontstaat er vertrouwen. Kortom, vertrouwen zal er ontstaan als wij als mensen elkaar beschaafd en met respect behandelen. En dat is wat wij leren van God. De geboorte van onze Heer Jezus Christus is het bewijs dat God ons zo lief heeft dat Hij het kostbaarste wat Hij bezit heeft gegeven, zodat het ons beter mag gaan. En ieder die in die tijd leefde en Gods woord kende en het wilde geloven, was in een blijde verwachting, omdat ze wisten dat verlossing in alle opzichten mogelijk zou zijn. Geliefde broeders en zusters, laten wij nu bij deze geboorte herdenken, niet alleen stilstaan bij al het mooie wat deze feestsfeer te bieden heeft, maar laten wij met ons allen beseffen dat God liefde is. Al het negatieve dat ooit in ons midden is geweest achterwege laten, laten wij tijdens dit kerstfeest de boodschap van liefde hoog houden en elkaar lief hebben. Maar als ik terugkijk hoe het toen was, veel natuur om kindje Jezus, veel gebed, veel vreugde, veel familie. Ja, lekker eten was erbij. En als we dat nu gaan vergelijken, dan moeten we inderdaad voorzichtig zijn dat we niet de diepere betekenis van kerst gaan vergeten. We zien veel commercie, veel feestjes, veel jangdringen en plezier. Hoort erbij. Maar kerst is en blijft een religieus feest. Blijft de dag van de geboorte van Jezus Christus. En vanaf mijn aantreden op 16 juli als president heb ik beslist, elke maandag starten we de week met gebed. En we zetten het voort en we gaan het blijven voortzetten. De vicepresident is er ook altijd bij, omdat we niet gaan vergeten wat er op 25 mei is gebeurd. Dat wij daar geplaatst zijn om God te dienen, om goed werk te verrichten. En we hebben vandaag nog een keertje bevestigd dat we dit land en volk opdragen aan Jezus Christus. En dat zal onze richting altijd zijn.
lieve broeders en zusters. Kerst memoreert ons ook aan zoveel andere dingen die we moeten inzetten om de mens te binden, om de mensheid te binden. En dat is het licht. Kerstlicht is andersoortig licht. HVP is andersoortig licht dan op Mugotapu. Toch? Kerstlicht bindt de wereldmens. Kerstlicht is de hoop van ons allemaal. Kerstlicht brengt verlichting in ons leven. Kerstlicht geeft ons de richting waar we naartoe moeten gaan. De juiste richting. Kerstlicht geeft ons zuiver licht. Zolang je dat licht volgt, ben je zeker. Hoef je niet te twijfelen. En dan ben je 100% zeker dat je bestemming bereikt. Omdat je niet moet afwijken van dat licht dat je steeds leidt. Naar het pad wat je moet afleggen om dit land te brengen. Naar een land waar alle Surinamers gelukkig kunnen leven. Broeders en zusters. Deze kerst zal een zware beproeving voor ons zijn. Deze kerst zal meer dan ooit van ons eisen als leiders. Hoe we deze kerst moeten doorbrengen met de grote uitdaging van COVID. COVID zal ons op de proef stellen. Met hoeveel liefde wij voor onze Schepper deze kerst willen gaan vieren. Ik heb gisteren heel lang met de minister gesproken. Hij met zijn COVID-team. En de cijfers zijn verontrustend. Is exponentieel geworden. Als we vandaag geen maatregelen treffen, vrees ik total lockdown tijdens kerst. Als we vandaag niet de juiste maatregelen gaan treffen. En we willen een goede kerst hebben. De minister gaat een persconferentie geven, de cijfers presenteren. Maar de ziekenhuizen beginnen al vol te raken. Die quarantaines beginnen al. Er waren een keertje meer boven de 1000. We zijn nu al ver boven de 100. En het gaat exponentieel. Er is nu sprake van community spreading. En van alle bronnen is er informatie. En bijna geen enkel bron is bespaard geworden. Overal doen zich COVID gevallen voor. Broeders, we gaan ook hieruit komen. Door gebed, maar ook met Gods liefde en Gods boodschap. Die dingen doen die we moeten doen. We kunnen alle risico's nemen. En je verliest een dierbare in deze periode. En zal geen enkel kerst voor jou een plezierige periode zijn. Maar als we alle voorzieningen treffen om elkaar te beschermen, gaan we nog zoveel andere kerst meemaken met veel liefde voor elkaar. Laat wat meenemen. We werken dag en nacht als regering. De eerste 2 maanden, dat ga ik vandaag voor de eerste keer hier zeggen. Ja, waren geen prettige maanden voor me, omdat wij echt niet wisten hoe het land uit de crisis te halen toen we zagen wat voor ravage er was. Bidden. En we zijn nu 5 maanden verder. En nu heb ik geld. Nu heb ik een surplus.
Nu kan ik AKB verhogen, AOV verhogen, financiële bijstand verhogen. 2 bonussen geven november, december. De werkers van de gezondheidssector kan ik nog 750 geven per maand. Van waar komt dit? Van waar komt dit? Mijn kracht? Bidden. Werken. Gado de. Die gaat je helpen. Zolang je goede dingen doet. Die zware schuld. 4 miljard, waarvan de helft buitenlandse schuld. Zware rentes die moesten betalen. Oktober hebben we niet kunnen betalen. Een bureau ingehuurd, Lazard. En binnen 2 maanden met meer dan 100 schuldeisers overeenstemming bereikt. En wat zeggen die schuldeisers? Suriname, tot en met eind maart hoef je geen enkel schuld en of rente terug te betalen. Van waar komt dat? Waar komt dat? Bidden. En resultaat komt. God werkt ook in de harten van die mensen. Maar 1 ding weten ze, met deze regering gaan ze hun geld een keertje terugkrijgen. Maar geef hun ademruimte even. Om orde op zaken te stellen. En hetzelfde gaan we berekenen met IMF. En we onderhandelen ook met internationale instituten en fondsen. Om ook kapitaal aan te trekken. Van zeker 2 tot 2,5 miljard. Om projecten te ontwikkelen. Om werkgelegenheid te creëren. Om productiebedrijven te brengen. En we bidden dat ook dat gaat lukken. Daarom ziet u mij altijd zeggen, geef me tot februari. Dat zijn de 3 trajecten die daar moeten zorg dragen dat we een sterk fundament hebben. Om het grote gat van die crisis te dichten. En dan op het fundament het huis gaan bouwen. En dat doen we met gebed. Dat doen we ook door voor land en volk te bidden. Maar ook te vragen, dat ze een beetje geduld hebben. Het probleem is enorm groot. Maar elke dag wordt het probleem kleiner en kleiner en kleiner. Lieve broeders en zusters, uw gebed helpt daarbij. U bent niet alleen hier vandaag of maandag met mij. U bidt ook in uw gemeente, in uw kerk en thuis. U bidt ook voor land en volk. U bent ook verbonden met uw geloofsgenoten in de hele wereld. Er wordt op wereldniveau gebeden met kracht. En deze periode is de beste periode om te bidden. En als president bid ik ook voor jullie dat jullie ook doorgaan met gebed. Vooral in tijd van crisis zoekt men hoop. U bent de hoop van zoveel in de samenleving, in de kerk. U bent het geloof van zoveel anderen die geloof dreigen te verliezen. U bent de anker van het schip. Als het schip in beroering komt, in storm terechtkomt. En dat iedereen geloof heeft, een anker, een horing. Dat bent u voor velen wiens leven soms onstuimig wordt en niet weten wat ze kunnen en moeten doen, waarbij u hen hoop geeft, vertrouwen geeft, dat de Schepper er is, onze Heer Jezus er is en die beschermt. Maar soms wordt jouw leven ook op de proef gesteld. Soms moet je ook door een zware beproeving heen. En dat we juist in die fase onze mensen, onze broeders moeten helpen en ondersteunen. Vanuit deze plaats ga ik jullie allemaal bedanken. Voor jullie gebed, voor jullie tijd die jullie nemen om ook op de maandag met mij te komen bidden. Ik ga jullie bedanken voor het willen bidden voor land en volk. En ik wens u allen
gezegende kerst. Laat ook bidden om ons land en volk te beschermen tegen COVID en de spreiding ervan. En laten we met het gebed een goede kerst hebben. En met het gebed de oversteek doen naar het volgend jaar 2021. Waarvan ik als president u de garantie kan geven. Het wordt een beter jaar. Een veel beter jaar dan 2020. God bless you. Dank u wel. Alles wat de Pater ons heeft voorgehouden, hebben we de hulp van God nodig. En daarom gaan wij bidden. Op deze kerstdag. Op deze bijzondere dag van kerstgebedsdienst richten wij geestelijke leiders ons gezamenlijk met de president en de vicepresident en alle genodigden in gebed tot God de Vader, Zoon en de Heilige Geest. Kan het nog luiden? Wij doen allereerst schuldbelijdenis voor land en volk, voor alle zonden die wij als natie hebben begaan. Heere God, vergeef ons alle ongerechtigheid. Bevrijd ons van alle kwade machten die ons land willen beheersen en geef ons totale verlossing en bevrijding. Tijdens deze kerstviering vragen we u, Heer Jezus, in eenheid des geestes, om Suriname van oost naar west, van noord naar zuid, schoon te wassen met uw heilig bloed. Wij danken u, Heer God, voor de genade die u ons schenkt om heden een nieuwe tijd van gerechtigheid en vrede in te luiden voor ons land. Heden, maandag 21 december 2020, dragen wij geestelijke leiders in eenheid des geestes, in tegenwoordigheid en met de volle instemming van de president en de vicepresident van Suriname aan u op. Heerst u, Heer Jezus, over alles, ook in onze wateren, in onze bodem en in de lucht boven ons land. Laat uw hand rusten op de overheid en het volk van Suriname, waardoor wij in vrede en rust kunnen leven. Samen zullen wij het maken. God zij met ons Suriname. Hij verheft ons heerlijk land. Amen.